Een zitmeubel kan geleverd worden met verschillende soorten vullingen. Standaard wordt een zitmeubel voorzien van polyeterschuimvulling. Een meerwaarde voor een zitmeubel is de HR-schuimvulling. Deze High Resilience vulling heeft een hoog herstellingsvermogen en hoge veerkracht. Hierdoor zal HR-schuimvulling op termijn veerkrachtiger blijven en zal het zich makkelijker herstellen in de oorspronkelijke vorm. Dit zorgt voor meer zitcomfort op de langere termijn. De veerkracht van een HR-koudschuimvulling ontstaat door de open en luchtige celstructuur van de vulling. Tijdens de inzitperiode van de bank zal de HR-vulling zich, door de meer luchtige celstructuur, sneller vormen naar het optimale zitcomfort. Hierdoor is het mogelijk dat in de eerste periode van het gebruik er iets meer contourvorming en lichte plooivorming ontstaat ten opzichte van een polyethervulling. Na de inzitperiode stabiliseert de HR-vulling zich. In tegenstelling tot de HR-vulling zal een polyethervulling na verloop van tijd verder inzakken dan de HR-vulling. Na verloop van tijd zal de stof van een zitmeubel met een polyethervulling meer gaan plooien dan een zitmeubel met een HR-vulling. Een kleine, extra investering in een HR-vulling zorgt dus voor meer zitcomfort op de langere termijn. In het begin van het gebruik zal de HR-vulling zich sneller vormen naar het optimale zitcomfort. Om ongelijkmatige contourvorming te voorkomen, adviseren wij u om de zitplaatsen op een bank gelijkmatig te gebruiken.